Teixeira. Ja, want die bal schiet door. Teixeira, de ruiter. En dan bij toeval Tadic 1-0. De enige die ziet dat Tadic die bal moet hebben is Kieftenbelt. En dan is Tadic meteen ook weg. En is Teixeira nou met heel veel geluk weer. Andersson scoort. Maar het is weer een doelpunt dat niet geheel zo bedoeld tot stand komt. Ja, wij zitten hier elke maandagochtend samen met Alex de beelden te maken van de afgelopen wedstrijd. Zoals nu in Groningen worden individuele filmpjes gemaakt. Iedereen krijgt een filmpje met al zijn balcontacten. Ook weer in zijn mailbox een mailtje van een filmpje van een minuut of 3, 4 of 5. Of als je heel veel aan de bal bent geweest, misschien wel 10 minuten. En dan kunnen ze allemaal even zelf bekijken hoe dat is gegaan. We hebben hier dan het eerste doelpunt, het eerste tegendoelpunt. We hebben twee beelden. We hebben hier links onze eigen camera. En rechts zijn de beelden van de Eredivisie Live. Dus dan wordt naast elkaar gezet. Live is vaak ingezoomd. Dus dan krijg je alleen de bal te zien en wat mensen eromheen. Ja, de bal is bij de keeper en dan zie je al de achterhoede. Dat die eigenlijk heel ver naar voren staat. Bijna een kopcirkel. Lange bal komt, eigenlijk staan we iets te ver naar voren. Waardoor de bal er overheen valt. Ja. En dan zit hij inderdaad in. Dus dit moet zeker aan de achterhoede wordt dat laten zien. Kijk, het zijn natuurlijk niet altijd even leuke beelden voor spelers. Aan de kant zijn het hele goede beelden om ook van te leren. Natuurlijk laten we liever de doelpunten zien en de 3 punten. Maar helaas is het op dit moment nog even minder. Dus dan, vaak worden toch de mindere dingen uitgelicht. Daarvan leren en dan is soms confronterend, maar de groep is leerzaam en jong, dus dat is geen enkel probleem. Vaak is je eigen waarneming toch niet helemaal 100% de waarheid, zeg maar, hoe die echt is. Dus dat is perfect als je het zo terug kan zien. Ja, en tegenwoordig wordt alles uitgelicht, dus op dit niveau moet je daar ook tegen kunnen, tegen kritiek. Maar zeker voor jong gasten denk ik dat het heel goed is om te leren, ja. Komende zondag de wedstrijd tegen Vitesse. Wat kunnen jullie daar nou aan doen als video-analisten? Nou ja, onze taak is om de spelers zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus we gaan nu zo meteen een filmpje maken over de standsituaties van Vitesse. Aanvallend en verdedigend pakken we de belangrijkste en de gevaarlijkste momenten uit. Daarnaast zijn we die wedstrijd bezig kijken. Kijken van wat zijn de zwakke punten en wat zijn de sterke punten. Daar maken we een analyse van. Dus voor ons is gewoon de taak om hun voor te bereiden wat eventueel zou kunnen gebeuren in de wedstrijd. En dat ze dat op tijd herkennen en kunnen voorkomen of juist profiteren van de zwakke momenten. Dus dat is onze taak. Dus als de komende zondag de eerste overwinning wordt behaald, dan is dat mede aan jullie te danken? Ja, het is natuurlijk altijd een samenwerking inderdaad. Ja. Dus ieder heeft zijn eigen taak en hoe groot die percentages zijn is altijd moeilijk in te schatten. De trainers hebben hun taak, de spelers hebben hun taak en wij hebben als videoanalisten ook onze taak. Dus als je dan wint, dan doe je het met elkaar. En helaas verliezen doen we ook met elkaar, ja.